vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag heb ik iets nieuws. Zoals je aan de titel wel kan zien, ga ik vandaag een Dilemma Dinsdag video maken. En een Dilemma Dinsdag, ja, dat is inderdaad iets nieuws. Een tijdje geleden was ik in de klas, echt dat is al een heel lange tijd geleden, want het is nu al zomervakantie. En ik weet niet hoe we erbij kwamen, maar we kwamen bij Dilemma Dinsdag uit ofzo. En iemand van mijn klas, Lena, ik weet dat je dit ziet, dus ik zeg het gewoon ineens. We kwamen er samen op, of ik weet niet meer hoe het kwam, maar ik kwam erbij om zo'n video te maken. En wat is nu de bedoeling van een Dilemma Dinsdag video? Als je op Google, ga ik nu even doen, intikt Dilemma Dinsdag, dan kom je uit op allemaal foto's waar dat er dilemma's zijn aangegeven. En de bedoeling van Dilemma Dinsdag video's is dus dat ik zo'n dilemma's ga, ja, oplossen niet echt, maar ga beantwoorden. En ja, ik leek me wel eens leuk om te proberen om te zien dat het bij jullie in de smaak viel. Vergeet deze video alvast zeker geen duimpje omhoog te doen. En vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden voor meer Dilemma Dinsdag video's of andere video's. En laten we er nu maar heel snel aan beginnen. Het eerste dilemma is: alles wat je eet smaakt naar aardappel, of je gaat elke dag verkleed als Romein naar je werk. Ja, weet je, ik werk nog niet, dus dan kies ik denk ik daar. Maar dan moet, ja, wacht. Ik vind aardappel wel lekker, maar niet rauw. Dus dan, ik denk dat ik dan ga als verkleed gaan naar je werk. Dan nog één. Je hebt een kalkoenlul, of je mag jezelf alleen nog maar wassen met knakworstensap. Ik denk dat ik kies voor knakworstensap, omdat ja, je kan je dan nog altijd volspuiten met parfum en zo, zodat het niet zo stinkt. Je bilnaad loopt door tot je nek, of je poetst je tanden elke dag met filet américain. Ik heb filet américain nog nooit gegeten, dus ik weet ook niet hoe het smaakt. Maar is dat hetzelfde als préparé? Want dan weet ik het wel. Ja. Dat is hetzelfde als préparé. Dan heb ik liever een bilnaad die doorloopt tot aan mijn nek. Want ja, als je dan elke dag moet poetsen met filet américain, dan ja, krijg je echt rotte tanden en daar heb ik eigenlijk geen zin in. Dus ik ga voor een bilnaad tot in mijn nek. Als het regent moet je heel hard huilen, ook als je binnen bent. Of als je een hond ziet moet je die een kwartier op je knie achtervolgen. Ik heb echt super, echt gewoon keiveel bang van honden. Dus ik ga voor als het regent moet je huilen, want ja, nee, honden, dat is niet mijn ding. Je moet eenmalig je nagels eruit laten trekken, of je moet elke ochtend naakt in de brandnetels rollen. Ik denk dat mijn nagels er laten uittrekken één keer, omdat daar heb je maar één keer pijn van en één keer last van. En ik denk dat als je elke dag in de brandnetels moet gaan rollen, ja, dat doet echt veel meer pijn. En nee, geef mij dan maar één keer de nagels. Hoe pijn dat ook doe. De 11e van elke maand gaat er een gigantisch confetti-kanon af in je huis, of in de rij voor de kassa moet je altijd een polonaise beginnen. De 11e van de maand gaat er altijd een confetti-kanon af. Omdat, ja, dat is gewoon super tof confetti. Allee, ik weet niet, dat lijkt me echt wel super leuk. Dus, geef me maar de confetti. Je hebt een blok aan je been, of je valt altijd met de deur in huis. Ik denk altijd met de deur in huis vallen, omdat als je altijd een blok aan je been hebt, dat is gewoon zwaar en dat is gewoon super irritant. En ja, dat is nog wel grappig met een deur in huis vallen, dus geef me dat maar. Je huilt als een wolf naar elke lichtbron die je ziet. Dus als je bijvoorbeeld een lamp ziet of je ziet een, een lamp of zo. Of er lopen altijd 5 ganzen achter je aan. Ik denk dan dat er altijd 5 ganzen achter mij mogen aanlopen. Want je ziet eigenlijk echt continu overal lichtbronnen. Dus dan moet je de hele tijd huilen als een wolf. En nee. Yeah. Deze is ook nog wel een leuke. Je hebt 100 bijna identieke sleutels aan je sleutelbos. Dus als je, dan moet je altijd heel erg zoeken naar je sleutel. Of je geeft bij 3 zoenen, als je met 3 kussen moet geven, de derde altijd op de mond. Ik weet niet. Ik denk dat ik dan toch zou kiezen voor de 3 kussen of zo. Ik weet niet waarom. Maar
dan ja, die sleutel zoeken, dat is gewoon super irritant. En dan geef je gewoon, dan vermijd je gewoon dat je iemand drie kussen moet geven. En zeg je gewoon, ik geef er één of zo. Dus dan ja, is dat al een oplossing. Je hebt een robotbutler of je onthoudt als het je leest. Een robotbutler, definitely. Want ja, die kan dingen voor je doen. Zoals dingen halen en weet ik veel wat allemaal. En als je alles onthoudt wat je leest, ja, dan word je toch echt knettergek. Dus doe mij maar die robot. Zo, en dan was dit de Dilemma Dinsdag video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Het is zelf een beetje een uitprobeersel. Dus als je het leuk vindt, laat me dan zeker weten met een duimpje omhoog. Of laat het even achter in de comments. Ik zou het super fijn vinden als jullie dat even doen. En ik zal er ook een poll zetten met iets dat jullie het leuk vonden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken om te kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Daag!